De bedrijfswagen is een zeer gevoelig thema in een arbeidsrelatie, zelfs bijna de Achilleshiel van die arbeidsovereenkomst. En dat wordt nog eens heel duidelijk op het einde van de rit, wanneer de arbeidsrelatie beëindigd wordt. Het is een absolute mythe dat een ontslagen werknemer altijd kan blijven verder rijden met de firmawagen. We moeten eerst en vooral een fundamenteel onderscheid maken tussen twee hypotheses. De eerste hypothese is dat de werkgever een te presteren opzegtermijn heeft betekend. De tweede hypothese is dat de arbeidsrelatie onmiddellijk beëindigd is met de betaling van een verbrekingsvergoeding. Het uitgangspunt is dat wanneer er een te presteren opzegtermijn wordt betekend aan een werknemer, de arbeidsovereenkomst gewoon doorloopt. De werknemer moet verder arbeiden en het loon moet worden doorbetaald. Welnu, het privaat gebruik van een firmawagen is loon, dus tijdens de opzegtermijn moet de werkgever het voordeel van de firmawagen laten aan die werknemer tot het einde van die opzegtermijn. Bij een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever geen loon meer verder betalen. Dus moet de ex-werknemer onmiddellijk de firmawagen binnenbrengen, want het privaat gebruik van firmawagen is loon. Een werknemer die ondanks het formeel verbod van zijn ex-werkgever toch blijft rondtoeren met die firmawagen, die begeeft zich echt op juridisch glad ijs. Het is kort en krachtig gewoon diefstal, dus men moet niet verwonderd zijn dat plotseling de politie aan de deur komt kloppen om die firmawagen te recupereren en men mogelijk zelfs voor de correctionele rechtbank belandt. Het wordt helemaal een nachtmerrie als men met dit voertuig een ongeval zou tegenkomen. Dan zal zich een gigantische discussie ontwikkelen over wie uiteindelijk moet opdraaien voor al die schade. Ik raad ten stelligste aan om klare wijn te schenken en als men aan een ex-werknemer toch het privaat gebruik van een firmawagen wil laten na het einde van de arbeidsovereenkomst, alsjeblieft, stel dan een zeer duidelijke schriftelijke overeenkomst op waarin bijvoorbeeld bepaald wordt wie instaat voor het onderhoud, wie de benzine moet betalen, wie instaat voor schade, wie de auto mag gebruiken. Goede afspraken maken goede vrienden.